Hey, hallo. Leuk dat jullie er zijn. Welkom. We zitten net met het team van Sanidroom aan tafel. Hoi. Dit is onze kantoorruimte, waar alle centrale activiteiten worden verzorgd, zoals marketing en productmanagement. En dat alles vindt plaats onder een coöperatief gedachtegoed, met heel veel extra voordelen. Maar wie kan er nou beter over vertellen dan onze eigen leden zelf? Dus kom, we gaan naar Sanidroom van de Vent. We gaan naar Knechtsel, naar Ellen, dochter van Frans en Ria van de Ven, die de coöperatie in 1993 hebben opgericht en daarmee dus ook al lid zijn vanaf die tijd. Sanidroom betekent voor mij heel veel. Ik weet niet beter als dat Sanidroom bestaat. Ja, het zit in ons hart. Ja, we voelen het als we hebben aan de wieg gestaan. En ja, dat gevoel, mijn ouders hebben het mee opgericht en dat gevoel is wel overgebracht naar mij. Uiteindelijk als tweede generatie krijg je ook het Sanidroom 2.0 verhaal. Als mijn ouders zijnde social media, ja, die waren totaal nog niet met social media, misschien nog wel niet eens website. Dus zo heeft het zijn eigen doorontwikkeld. En dat is ook fijn dat je daar ondersteuning in krijgt vanuit de club. Want ja, je bent zelf aan het ondernemen en sommige dingen kom je gewoon niet aan toe. Wat ik heel erg belangrijk vind aan onze vereniging, is dat het een coöperatieve vereniging is. En dat wil zeggen dat je niks wordt opgelegd. Dus kortom, de meeste stemmen gelden. Je doet het met elkaar en voor elkaar. En je staat ergens voor. Je staat voor de betere badkamer. Kom bij de club. Kom erbij. Ja. Inmiddels zijn we bij Sanidroom Riba in Wormer. Helemaal vers. Want vanaf begin dit jaar zijn ze lid van Sanidroom. En wie kan er nu beter praten over de voordelen van lidmaatschap dan Richard en Linda? Kom, we gaan naar binnen. Sanidroom is gewoon een bekende naam met een goede reputatie. We merken dat we in de showroom nu qua afspraken al 2-3 afspraken per dag hebben van klanten. En dat is gewoon sterk toegenomen. Ook de website is natuurlijk, wordt super goed verzorgd, is allemaal up-to-date. Dus dat zijn wel dingen waar we voorheen tegenaan liepen en nu wordt het allemaal keurig verzorgd. Ja, we zien nu dat onze orderportefeuille veel eerder gevuld is. We zien dat we onze afspraken, normaal gesproken hadden we een paar maanden stond het vol en nu zien we dat we veel verder in de agenda al zitten. En de afspraken blijven maar doorgaan en de opdrachten. Dus het is echt bizar wat we nu meemaken. Sanidroom is gewoon een hele mooie club met allemaal verschillende ondernemers. Waarbij iedereen eigenlijk zijn eigen dingetje kan blijven doen. Maar toch dat we gezamenlijk de belangrijke beslissingen kunnen nemen. Sanidroom neemt je heel veel werk uit handen. Je kunt je 100% focussen op je eigen onderneming en je normale bedrijfsvoering. En daardoor kun je met je eigen personeel tot grote hoogte stijgen. En tenslotte zijn we in het oosten van het land, bij Sanidroom Vleming. Al 22 jaar lid van de vereniging. Een mooi voorbeeld van een familiebedrijf. Waarbij de komende jaren Hans en Jolanda het bedrijf zullen overdragen aan de zonen Leon en Ivo. Kom, we gaan hier naar binnen. Sanidroom heeft een aantal punten die me meteen aanspraken. En voor mij was het eigenlijk binnen 5 minuten was het eigenlijk logisch. Ik kies voor Sanidroom. Je blijft toch eigen ondernemer. Je mag zelf een aantal dingen invullen. Ja, het is een puur familiebedrijf. We doen en alles met elkaar samen. We beslissen alles met elkaar samen, alle belangrijke zaken. Of nou de showroom is of met personeel, we beslissen alles samen. Het is ook een coöperatieve vereniging en dat straalt het echt uit. Het is een traditionele club. Een club waar niet veel switchen zijn. Het zijn altijd de vertrouwde gezichten. Merken zijn ontzettend blij met Sanidroom. Die willen allemaal graag in het kernassortiment komen, omdat men weet, als wij kiezen voor een merk,
dan weet men ook dat Sajendroom dus hier gaan blijven committeren voor de komende jaren. En dat wij er als ondernemers 100% voor gaan. Wij merken eigenlijk zelf dat we als bijvoorbeeld social media echt iets is waar we zelf niet aan toekomen. Of eigenlijk gewoon wat minder tijd aan willen besteden. Social media, dat is echt niet meer zelf te doen tegenwoordig. Dat moet je uit handen geven en dat doen ze perfect bij ons in het hoofdkantoor. Een hele mooie aanvulling. Ontzorgen, wat wij bij de klanten doen, doen zij voor ons. Badkamer Breed wordt jaarlijks uitgegeven en is absoluut een meerwaarde. En men kijkt er echt altijd in en we krijgen hem altijd terug. Met ezelsoortjes, waarbij men echt terugkomt van nou, dit wil ik. Zodoende is het echt iets wat wij zelf als individueel niet zouden kunnen produceren. Er zit een bonusregeling achter. Wat eigenlijk inhoudt, hoe meer omzet, des te beter de bonusregeling uiteraard. Wat inhoudt dat tot Sajendroom ook gewoon goede condities geeft. En je ook eigenlijk triggert om gewoon de merken te verkopen uit het kernassortiment. Wat ik absoluut kan, want het kernassortiment is dekkend. Je bent toch verantwoordelijk voor je eigen toko. Het is niet zo dat je met werkcontracten zit. Je blijft zelf eigen ondernemer. En dat vind ik heel belangrijk. Je bent niet voor niks geworden. Als je op zoek bent naar een betrouwbare organisatie, wie absoluut meegaat met de trends, wie je ontzorgt, dan heb ik het niet alleen over het magazine, maar heb ik het ook over de ondersteuning, het assortiment, vragen over het ondernemen, de pennen enzovoort. Dan is Sajendroom absoluut een hele prettige, betrouwbare, landelijk goede bekende organisatie om jezelf aan te committeren. Nou, fijn dat je erbij was vandaag. Een prettige eerste kennismaking. En wat ons betreft, alle reden tot een vervolg.